Hey, leuk dat je kijkt naar deel 2 van Krachtig zijn in crisistijd. Misschien herken je wel in het idee dat als we spreken over krachtige mensen, dat het soms niet altijd meevalt om echt krachtig te zijn. Soms voelen we ons helemaal niet krachtig. Of zijn er omstandigheden, crisis, waardoor je eigenlijk krachtig zijn, dat lijkt een beetje een ver van je bedshow. En daar gaat nou deze les over. Dus hoe kun je nou herpakken in tijden van crisis? Hoe kun je herpakken als je wel krachtig wil zijn, maar je weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat dan moet doen? En daarvoor gaan we even kijken naar een kort fragment van een preek die ik heb gehouden in de schuilplaats in Ede. En ik wil wat lezen met jullie, en dat had ik net al even aangegeven. Marcus 4, vers 35 tot 42. En er staat het volgende. Ik lees hem toch even voor mijn iPad, dat is wat makkelijker. Marcus 4, vers 35. Er staat: aan het einde van de dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en ze namen hem mee in de boot waarin hij al zat. En ze voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven die beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en ze zeiden: meester, kan het u dan helemaal niet schelen dat we vergaan? En toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en hij zei tegen het meer: zwijg, wees stil. En de wind die ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. En hij zei tegen hen: waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en ze zeiden tegen elkaar: wie is hij toch dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Nou, ik heb deze tekst de afgelopen weken regelmatig voorbij horen komen. Er zit een prachtige les in. En een van de lessen die hierin zit, is dat Jezus is er altijd bij. Als je in een storm zit, als je in een crisis zit, Jezus is er altijd bij. Dat is een prachtig mooie les. En ik denk wat wij mogen leren, is dat we leren te kijken naar Jezus. Als we kijken naar Jezus, als we kijken in de ogen van Jezus, dan geeft dat rust. Ik moest denken, toen ik dit las, aan een aantal jaar geleden dat ik een vliegreis maakte. En die vliegreis die verliep niet helemaal zoals ik had gehoopt. Dus op een gegeven moment was nogal, het vliegtuig dat schokte en dat stootte en het deed van alles. Het maakte ook geluid wat ik nog niet eerder had gehoord. En op een gegeven moment zag ik een soort witte damp, zeg maar, in de cabine terechtkomen. Ik denk van, nou, dit is niet helemaal zoals het hoort. En ik merkte bij mezelf dat het me wat onrustig maakte. En wat deed ik als eerste? Het eerste wat ik deed, ik keek in de ogen van de stewardess. Ik wilde kijken, hoe reageert die stewardess? Want als zij rustig blijft, als zij ontspannen blijft, dan zal het wel goed zitten. Maar als zij onrustig is en paniekerig heen en weer loopt, dan zal er wel eens een reden zijn om paniekerig te zijn. Het is belangrijk om te kijken in de ogen van de stewardess. En zij zag ook inderdaad dat meerdere mensen naar haar keken. En zij stelde de mensen in het vliegtuig gerust. Van, geen paniek, er is niks aan de hand. Die rook die komt van een probleem met de airco, dat hebben we wel vaker meegemaakt. En gelukkig, ze had gelijk, want ik ben er nog. Dus ik koos voor vertrouwen. Vertrouwen die ik zag in de rust van deze stewardess. En dat doet me denken aan dit verhaal. Dus soms kunnen wij ook in een tijd zitten dat we behoorlijk heen en weer geschud worden. Dat we dingen meemaken die moeilijk zijn. En dan is het zo belangrijk dat we op zoek gaan naar de ogen van Jezus. En dan komen we erachter dat bij Jezus dat er altijd rust en dat er altijd vrede te vinden is in zijn ogen. En dat als ik kijk naar de ogen van Jezus, dan maakt me dat weer rustig. En dan maakt me dat kalm. En dan weet ik, het komt goed. Er komt een einde aan deze tijd. Het is een prachtige les. Is het een ware les? Oh ja, het is waar. Is het een krachtige les? Het is echt een hele krachtige les. Maar is het de enige les die we kunnen leren? Nee. Ik noem hem even, heel verrassend, les 1. Ik haal deze even weg. Hier voor straks. Les 1. Les 1 is een krachtige, mooie les. Maar het is niet de enige les. We hebben ook nog een andere les, dat is les 2. Les 2 is een andere les. En les 2, dat is eigenlijk als we kijken naar Jezus, dat Jezus totaal niet verontrust is in tijden van storm. Hij lag te slapen. Hij lag gewoon heerlijk kalm te slapen midden in die storm. En ik vind het voorbeeld wat Jezus hier geeft, is zo'n krachtig voorbeeld dat wij vol van rust en vrede kunnen zijn, ondanks de storm. Dus dat we heerlijk rustig kunnen slapen, ook al waait het om ons heen. Ook al zijn er dingen die ontzettend moeilijk zijn. En ik geloof dat het hem alles te maken heeft met dat Jezus wist wie hij was. Hij kende zijn identiteit en hij had een intieme relatie met de Vader. Dus hij wist wie hij was. Dus hoe hard het ook stormde, Jezus was in staat om een baken van rust te zijn in tijden van storm. En dat is eigenlijk les 2. Les 2 is eigenlijk dat wij mogen zijn zoals Jezus. Dat wij een baken van rust mogen zijn in tijden van storm. Dat als mensen naar ons kijken, dat ze rustig worden. Omdat ze zien van, hé, hij is zo ontspannen. Hij is zo vol van vrede. Wat is er aan de hand? Dus dat wij bakens van rust worden in tijden van crisis. Dus eigenlijk was bij les 1 kijken naar de stewardess. En bij les 2 is dat we zelf die stewardess, die persoon van vrede mogen zijn in een wereld die in crisis is, die in problemen is. Dus een prachtige, mooie les. En ook die les, dat is waar. Het is een krachtige boodschap. Maar zijn les 1 en 2 de enige twee boodschappen die we kunnen leren? Nee, er is nog een derde boodschap. En dat is les 3. Daar ga ik je straks ook wat meer over vertellen. Maar les 3, dat is een prachtige les. Een hele krachtige les. Ik wil even met je meelezen. Jezus werd wakker en er staat, toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en hij zei tegen het meer, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Wauw, wat een les, wat een boodschap. Dat Jezus die wordt wakker en hij staat op en hij spreekt met autoriteit en met gezag. En hij benoemt de storm, de storm legt hij het zwijgen op. Hij zegt, storm, ga liggen en word weer rustig. Het is een prachtige les waarin eigenlijk in les 1 en les 2 de les is dat we mogen leren om zelf vrede te ontvangen in tijden van storm. Is het bij les 3 dat Jezus de storm tot rust brengt. Dus een prachtige, krachtige les. Staan in de autoriteit die Jezus je gegeven hebt. En ik geloof dat wij allemaal in staat zijn om die dingen die ons onrust veroorzaken, dat we ze het zwijgen op mogen leggen. Dat is de autoriteit en het gezag wat we hebben gekregen in Christus. Ja, het zijn 3 prachtige lessen die we kunnen leren van dit tekstgedeelte over met Jezus in de storm zijn. En toch wil ik het daar niet helemaal over hebben. Dus ik ga niet verder op de inhoud zeg maar, van die 3 lessen. Maar ik wil eigenlijk iets anders wil ik aangeven. Er is namelijk iets aan de hand in deze tijd. Ik zie dat mensen, en dat heb je ongetwijfeld zelf ook al gezien, dat mensen heel anders reageren op crisistijd. Ik zie mensen, ook in de gemeente, die echt lijden onder deze tijd. Mensen die familieleden hebben of vrienden die ziek zijn geworden. We hebben inmiddels ook al iemand begraven. Die is overleden aan corona. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de ondernemers. Die gewoon niet zeker zijn of hun onderneming nog overeind staat aan het einde van de zomer. Dat zijn echt hele heftige situaties. En daar lijden mensen onder. Maar ik zie ook dat niet iedereen er zo heftig onder lijdt. Ik zie ook een groep mensen die eigenlijk deze tijd ook ziet als een tijd van kansen en van mogelijkheden. Een groep mensen die juist de uitdagingen ziet. Een groep mensen die juist ziet van, hé, maar dit is wel het moment voor de kerk om op te staan en om een licht te zijn in deze tijd. Dus enorm verschillend hoe mensen reageren op dezelfde crisis. Het zou zomaar kunnen zijn dat voor jou op dit moment les 1 de les is waar je mee bezig bent. Je hebt de indruk, het gevoel dat het water je aan de lippen staat. Dat je wanhopig op zoek bent om aan een blik van Jezus' ogen te vinden. Om die rust en die vrede weer terug te krijgen. Eigenlijk is alleen denken aan les 3. Dat bezorgt je al heel wat stress. Zo van, hey, niet nog meer uitdagingen, niet nog meer nieuwe dingen. Ik kan het er nu gewoon niet bij hebben. Ik moet eerst maar zorgen dat het gewoon weer draait en dat we overleven, dat we hier doorheen komen en dat we de boel bij elkaar houden. Dan is les 3 is iets wat heel ver weg ligt en waar je eigenlijk alleen maar onrustig van wordt als je mensen daarover hoort spreken. Maar hoe mooi les 1 ook is en hoe waardevol die ook is, het is voor sommige mensen niet voldoende. Sommige mensen die ervaren deze tijd wel als spannend en als een bepaalde druk. Maar niet zo heftig dat ze denken van, oh help, ik verdrink erin. Ik denk bijvoorbeeld aan jonge ouders die thuis zitten. Samen met hun kinderen die lesgeven en toch ook thuis moeten werken. Dat is best een hele uitdaging. En ik vond een heel mooi voorbeeld, het filmpje van Annemiek wat zij laatst maakte als bemoediging. Dat ze ook even zei, ik ben de vrede even kwijtgeraakt, maar ik heb me eigenlijk weer herpakt. En ik ben eigenlijk bezig geweest met die les 2 om zelf die baken van vrede en van rust te zijn voor mijn gezin. Ik denk dat heel wat mensen hiermee bezig zijn. Dat ze zich vasthouden aan les 2, dat de les 2 is de les die je op dit moment mag leren. Maar zelfs les 2 is voor sommigen niet voldoende. Ik zie ook een groep mensen, ook in de gemeente, die zeggen, maar dit is juist de tijd voor de kerk om op te staan. We verlangen naar doorbraken, we verlangen naar bovennatuurlijk ingrijpen van God. We verlangen naar wonderen, we verlangen dat de hemel zichtbaar wordt op aarde en daar gaan we voor. En we zijn super enthousiast en vol geloof en vol verwachting. Weet je, ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk is dat we onszelf, dus geef jezelf, maar ook anderen wat genade in deze tijd. En geef jezelf genade met welke les je dan ook bezig bent. Maar geef ook genade en wat tijd aan de mensen die met hele andere lessen bezig zijn. Weet je, als jij op dit moment bezig bent met les 1, dat is prima. Dat is prima. Les 2 en les 3, dat komt later wel weer. Maar belangrijk voor jou op dit moment is dat je ondanks de storm, dat je je ogen richt op Jezus. En dat is een superkrachtige les. Dat is een superbelangrijke les. Dat zullen we straks ook zien. Weet je, les 1 is zoveel krachtiger dan een leven leven zonder Jezus. Onthoud dat goed, weet je. En wees genadevol met jezelf. Maar ook inderdaad met mensen die bezig zijn met les 3. Veroordeel ze niet te snel. Misschien dat je denkt van, dat zijn mensen die hun kop in het zand steken. Die problemen negeren. Die net doen alsof er niets aan de hand is. Maar dat is niet waar. Zij zitten gewoon anders in deze storm. En dat is prima. Sterker nog, ik geloof ook dat je deze mensen ook nodig hebt om weer verder te komen. Wat enorm zou helpen, is als jij zelf bezig bent met les 1, dat je het enthousiasme, dat je de passie, dat je het geloof wat je bij anderen ziet, dat je dat viert. Zonder dat je dat direct op jezelf legt van, dat moet ik nu ook. Maar daar ben ik helemaal niet. Nee, maar dat geeft niet. Dus geef jezelf ook genade en de tijd dat het op dit moment dat het prima is dat je bezig bent met les 1. En voor jou, als je bezig bent met les 3, als jij wel dat enthousiasme ervaart en wel dat geloof en de verwachting, wees dan genadevol voor de mensen die bezig zijn met les 1. Wees niet trots. Denk niet van, ik heb het begrepen en zij niet, en ze reageren zwak. Weet je, misschien is het juist wel krachtiger voor iemand die het idee heeft dat het water aan de lippen staat om zich vast te houden aan les 1, dan dat het voor jou is om vast te houden aan les 3. Dus wees voorzichtig met je oordeel. Wees voorzichtig wat je van een ander vindt. En belangrijk is, als jij bezig bent met les 3, weet je, ik geloof dat God je dat gegeven hebt vanuit genade. En gebruik dat om juist die anderen krachtiger te maken en te ondersteunen en te bemoedigen. Ik wil je ook met deze les van krachtig zijn in crisistijd, wil ik het zo praktisch mogelijk maken. Ik wil je gewoon vertellen van hoe doe ik dat. Wat voor mij heel belangrijk is dat ik van tevoren bepaal wat voor mij de norm is. Wat is voor mij een normale standaard, zeg maar, van christelijk leven? En voor mij persoonlijk is dat les 2. Ik heb me voorgenomen, en daar doe ik ook mijn best voor, om altijd te leven vanuit vrede en vanuit rust. Hoe hard het ook stormt, hoe hard het ook waait, maar ik wil een baken van rust zijn. Ik wil leven en de dingen die ik doe, die wil ik doen vanuit vrede en vanuit rust. En dat is heel belangrijk om dat voor jezelf vast te stellen. Het is als het ware, zeg maar, een eikpunt. Dus op het moment als ik daarvan afwijk, dan weet ik, ik moet daar weer naar terug. Ik wil leven vanuit die rust en die vrede die God beloofd heeft. Het is een bovennatuurlijke vrede die je niet kunt begrijpen met je verstand. Dat is wat de Bijbel zegt. En ik geloof dat het belangrijk is om daarin te leven. Voor mij is Craig Cook daar echt een geweldig mooi voorbeeld in. Ik luister graag naar hem. En hij is voor mij echt een inspiratie, een voorbeeld van hoe je kunt leven vanuit rust en vanuit vrede. Die man, het lijkt wel alsof die man totaal door niets geraakt wordt, omdat hij gewoon weet wie hij is. Omdat hij weet wie hij is in God, in Christus. Dat hij echt die vrede en die rust diep van binnen ervaart. En dat is een enorm krachtig iets. En dat wil ik in mijn leven wil ik ook zien. Dus dat is eigenlijk het eerste punt. Eik voor jezelf of bepaal de norm van dit is hoe ik eigenlijk wil leven. Dit is mijn standaard. Slaag ik daar altijd in? Nee, daar slaag ik niet altijd in. Ik lijk soms ook net op die leerlingen die ook in die boot zitten, die meer naar de golven kijken en naar de hoge, of naar de storm en naar de lucht, in plaats van dat ze hun ogen gericht hebben op Jezus. En dan kun je echt ook je vrede verliezen. En dat ervaar ik zelf soms ook wel, dat ik mijn rust en mijn vrede verlies. Maar als dat gebeurt, dan is dat voor mij een slecht signaal. Want dan weet ik van, wacht even, ik drijf af van wat ik eigenlijk heb voorgenomen, hoe ik wil leven en waar ik in geloof, hoe ik mag leven. En als ik afwijk, denk ik, dan moet er iets gebeuren. Dan moet ik mij herpakken om weer terug te gaan, dat ik leer te leven vanuit die vrede en vanuit die rust. Het tweede punt, dat is neem een krachtig besluit. Neem een krachtig besluit. Oftewel, als je merkt dat je vrede, dat je rust weg hebt, neem dan een krachtig besluit om je te herpakken. En hoe doe ik dat? Ik maak dan een radicaal besluit in mijn agenda. Ik zeg bijvoorbeeld, ik ga nu naar huis. Of ik heb een afspraak staan 's avonds, maar dat gaat niet door. Of ik ga gewoon wat dingen verschuiven in mijn agenda, zodat ik tijd heb, zodat ik weer opnieuw kan ontdekken de vrede die God me wil geven. Een vraag die mij heel erg helpt. Ik hou ervan om naar buiten te gaan. En dan stel ik God de vraag, Vader, wat zijn uw gedachten hierover? Dus als ik enorm druk maak over die storm en over die golven, dan vraag ik aan God de Vader, Heer, hoe kijkt u hiernaar? En dat helpt enorm als ik zie wat Gods gedachten zijn. Want Gods gedachten die geven altijd hoop. Die geven altijd rust. Die geven altijd vrede. Dus neem een krachtig besluit. En ik merk dat sommige mensen erin geloven dat ze dat niet kunnen. Omdat hun agenda dat niet toelaat. Of omdat hun baas dat niet toelaat. Of om allerlei andere excuses waardoor dat niet kan. Maar weet je, neem gewoon een besluit. Gebruik geen excuses, maar ga op zoek naar een oplossing. Want ik geloof dat jij sterk genoeg bent en krachtig genoeg bent om besluiten te nemen, om je tijd in te delen. Dus als je merkt dat je rust, dat je vrede verdwijnt, neem dan een krachtig besluit om je te herpakken en om daar iets aan te gaan doen. En zorg ervoor dat het niet dagen gaat duren. Heb ik ook gedaan. Soms dan dagenlang en maar doorploeteren en maar doorploeteren. Maar op een gegeven moment denk ik van ja, waar ben ik nou mee bezig? Dan moet ik gewoon weer een streep zetten in mijn agenda. Ik zeg, ik ga nu naar buiten. En ik stel maar die ene vraag, Vader, wat zijn uw gedachten? Ik moet me herpakken. Ik wil weer terug naar die norm waar ik in geloof, waar vanuit ik mag leven. De rust en vrede die de Heilige Geest mij wil geven. En als ik daar dan weer ben uitgekomen, dan wil ik ook weer opnieuw zien dat ik dat niet voor niets heb gekregen. Ik geloof dat dat een rust en vrede is die God geeft vanuit zijn genade. Maar dat geeft hij ook met een doel dat ik daarmee anderen mag zegenen. Ik wil me bewust zijn dat ik het heb gekregen ook voor een ander. En ik zie daarin ook mijn verantwoordelijkheid. En dat is niet omdat ik dan voorganger ben, maar ik geloof dat het voor iedereen is. We hebben allemaal iets gekregen, ook met een bepaalde verantwoordelijkheid. Het is fijn dat die rust en die vrede in me zit. En dat is fijn voor mezelf, maar ik geloof dat ik het mag gebruiken om anderen tot zegen te zijn. En dat dwingt me naar les 3. Dat ik gebruik maak van de autoriteit en van het gezag wat God mij gegeven heeft. Dat ik weet van als ik ga spreken vanuit autoriteit, vanuit die rust die God mij heeft gegeven, dat zelfs de veroorzaker van storm, dat die het zwijgen opgelegd kan worden. Omdat dat de kracht en de autoriteit is die God ons gegeven heeft. En dat uit zich in voorbeden, dat uit zich in krachtig optreden, dat uit zich in krachtige besluiten nemen. Om een streep in het zand te trekken van tot hier en niet verder. Gebruik maken van het gezag en de autoriteit die God je heeft gegeven. Waar het mis kan gaan is dat als mensen geen rust ervaren in hun leven, in één keer de stap willen maken van, van niks naar 3. Maar dat gaat niet. Je hebt stap 1 heb je nodig. En dat is dat radicale besluit om te zeggen, ja, maar nu stop ik even met wat ik aan het doen ben. En dan wil ik inderdaad weten van God, wat zijn uw gedachten? Ik wil die vrede en die rust wil ik zelf weer ervaren. Want je kunt niet krachtig optreden. Je kunt niet staan in de autoriteit die God je gegeven hebt, als je zelf je ogen gericht hebt op de golven. Dat is een vorm van krachtig doen. En dat is een groot verschil met krachtig zijn. En dat gaat je frustreren. Als je in één keer die stap wil maken van niets naar 3, dat is een stap die onmogelijk is. En dat gaat je frustreren en dat rooft al je energie en dat is niet waar je wil zijn. Dus belangrijk op het moment dat je, als je je norm hebt bepaald en je bent dat even kwijt, je bent de rust en vrede kwijt, om jezelf te herpakken, een besluit te nemen, te vragen aan God de Vader, Heer, wat zijn uw gedachten hierover? Weer terug te gaan naar de norm en vanuit daaruit je autoriteit en gezag gebruiken om werkelijk een verschil te maken. Dat is een uitdaging voor ons allemaal. Weet je, en dat gaat constant dat heen en weer. Het gaat constant heen en weer. Het is, ik denk, zelden dat iemand constant op 3 handelt en functioneert of constant op 2. Ik denk dat het constant een heen en weer gaan is. Dat is met al het leven zo. Het leven beweegt. Het zijn seizoenen. Er zijn dagen en er zijn nachten. En dat is met ons geestelijk leven is dat ook zo. Soms zijn we het gewoon even kwijt, maar dat is geen probleem. Les 1 is niet zwak. Les 1 is superkrachtig om je weer opnieuw te herpakken en terug te gaan naar de norm. Om te leven vanuit vrede. Goed, ik wens je daar heel veel succes mee. Kom ook met je vragen. Als je denkt van, hé, ik vind het inspirerend, maar ik heb toch een vraag, ik weet niet goed hoe ik het aan moet pakken. Stel ze gerust. Dit filmpje dat maken we voor jou om te helpen, om krachtig te zijn in crisistijd. Ik wens je heel veel succes, heel veel zegen en tot de volgende keer.